Kenneth Vermeer, ja, de makkelijkste vraag is: wat voor gevoel heb je in deze wedstrijd overgehouden? En misschien kan ik hem zelf al beantwoorden. Tja, klote gevoel. Meer niet. Ja, toch was je na de eerste helft misschien wel een klein beetje de held. Want jij hield Ajax met een aantal goede reddingen in de race. Ja, ik kreeg een paar ballen die ik dan pakte. Maar als je de rode kaart hebt gekregen, dan is het eigenlijk voor mij dan over. Ja, je komt uit en je neemt hem mee. Weet je dan al meteen al, dit zit fout? Maar ik kom uit. Ik zet een klein stapje naar links en je weet dat Fernandes je altijd op gaat zoeken. Ik heb het wel eens vaker gedaan en ja, dat weet je eigenlijk genoeg. Ja, dan ligt hij, dan lig jij en dan kijk je naar Nijhuis en dan zie je hem al met die kaart in zijn hand aankomen rennen. Dan weet je al dat het fout zit, denk ik. Ja, dat is zo en ja, verder doe je er niks aan. Hoe verliep die wedstrijd tot nu toe voor jou op het moment dat je eruit ging? Voor mij? Nou, ik heb op de tv gezien, na de rode kaart begonnen we weer wat druk te zetten. We hebben geen kans meer weggegeven na de rode kaart. En ja, het is jammer dat we het daarvoor niet doen. Ja, het doelpunt zag ik een klein beetje aankomen. Want jullie gaven heel veel ruimte achterin. Het wachten was er eigenlijk een beetje op. Maar ik denk als je in de eerste helft geeft, dan wat kansen weg. In de tweede helft Feyenoord was ook wat gevaarlijker in die fase. En ja, het kan gebeuren. Ja, 1-1. Met wat voor gevoel komen de jongens dan in de kleedkamer als jij daar zit te wachten? Wat voor gevoel, toch wat teleurgesteld. Ja, dat overheerst ook niet, maar alsnog weer een puntje eruit gesleept, want je komt weer op achterstand. Ja, je komt weer op achterstand, maar ja, toch, je bent toch teleurgesteld. Je ziet na de 0-1 en de rode kaart zie je toch dat je helemaal niks meer weggeeft en dat je zelf het betere van het spel hebt. Ja, dat wordt minimaal één wedstrijd langs de kant zitten nu. Ja, dat klopt. Het is even afwachten hoeveel wedstrijden het gaat worden, maar ja, dat krijg ik later wel te horen. Ja, ben je bang dat misschien Sillissen nu zijn kans gaat grijpen? Want hij krijgt nu één, misschien wel twee wedstrijden. Ja, zo. Bang, ik ben voor niks bang. Ik ben gewoon goed bezig en we zullen wel zien. 1 punt, ja, het is niet anders. Hè? Het 5e gelijke spel van Ajax. Ja, het is niet anders. In de competitie is het weer een tijdje geleden dat we een wedstrijd hebben gewonnen. Maar we krijgen eerst de beker en dan hebben we weer zaterdag rood uit. En dan moeten we in de uitwedstrijd maar de 3 punten halen.